CLO voorzitter Ronald Hooghaart, die het actievoerend personeel van het directoraat cultuur bijstaat, heeft de persstilte die in acht was genomen verbroken. Hooghaart is er ontstemd over dat cultuurdirecteur Elvira Sandy tegen de afspraken met de bond in toch in de media is getreden over de actie van het personeel. Dat zei hij vanmorgen op een vergadering met het personeel in het CLO-kantoor. De medewerkers zijn al enkele weken in beraad omdat ze ontevreden zijn met de huidige leiding. Ze eisen dat de directie wordt vervangen. Alles is een persbel nu. Wat wordt nu moment dat persstilte? Een vrouw gaat persen. Dat is een takkie. Een vrouw niet respecteert een minister. Een respecteert een afgezant van minister. Dat is een in respect aan minister. Ano respecta bon. Ano respecta un uktu. Next break he respect up. Na vrouw bel mi baka baka ftaki. If you no respecta you pass, fight a contact aan. Hooghaart is van mening dat de leiding bij het directoraat een meester-knecht-verhouding etaleert op de werkvloer. De medewerkers zijn vooralsnog niet van plan om het beraad op te heffen. Wat los maar een praxerie, wel liep in de 20e eeuw en de 19e eeuw. Aten voor meester naar een slaaf. Aten dat hij mukaba. Aten dat mu? We moeten leren omgaan met onze mensen. Want directeur no kan ka cultuur dat denkt dat ka konanga wa wipine aan. Want directeur no kan ka cultuur dat denkt dat ki a konstak this me one. Psa. De want directeur kom am takang esma. Stay the straight. CLO-voorzitter Ronald Hooghaart vanmorgen tijdens een vergadering met actievoerend personeel van het directoraat cultuur. Het beraad houdt in dat zodra de directie op kantoor komt, de medewerkers de werkplek verlaten. Hooghaart is van plan om een gesprek aan te vragen met president Boutersen over de situatie op het directoraat.